Corona is heel erg voor de mensen die het treft. Corona is een bitch. De maatregelen die treffen vooral de evenementenbranche keihard. De evenementenbranche ligt al 10 maanden op zijn gat. Daarom zouden we op 10 december een testevenement gaan draaien in het Beatrix Theater in Utrecht. 500 mensen verdeeld in 2 groepen met sensoren, mondkapjes, maanpakken, kloordouches, kaalgeschoren hoofd en een rode bal in de mond. Met testopstellingen willen we namens theaters en de evenementenbranche kennis opdoen. En we willen antwoorden op 3 vragen. 1. Hoe bewegen groepen zich? 2. Waar zit bij groepen het daadwerkelijke besmettingsrisico? En 3. Waarom zei die 3 terwijl die er maar 2 toelicht? Ik zou dit ook geen testevenement willen noemen, maar gewoon een wetenschappelijk onderzoek. Een experiment. Niet zoals ik op mijn 11e experimenteerde met mijn buurmeisje in de boomhut. Dit experiment is met medewerking van het RIVM, TNO en verschillende universiteiten. Iets minder geil, maar ook belangrijk. En gelukkig wil Rutte ook snel kennis en inzicht. Logisch, want ook hij wil de ondernemers snel perspectief en oplossingen aandragen. 10 december vond hij nog iets te vroeg, maar hij beloofde... In januari gaan we een paar strak gecontroleerde proefprojecten doen om te kijken wat er allemaal nodig is om straks verantwoord weer op te starten. Gewoon uitproberen in de praktijk dus. Los van hoe de cijfers zich ontwikkelen. En natuurlijk was ik de enige die niet sceptisch was, maar naïef. En nu ga ik zelf in januari meewerken aan een test om te bewijzen dat theater veilig is. Gaat die test door eigenlijk? Mark Rutte heeft 2 maal tijdens de ene laatste persconferentie gezegd dat het ongeacht het aantal besmettingen die testen moeten beginnen. Hoezo tot 2 maal toe? We hebben tot nu toe gezegd, je mag pas met die evenementen wat doen qua proeven als je op het niveau zorgelijk of zelfs op het niveau beheersbaar zit. En daarvan hebben we nu gezegd, dat laten we los, we knippen dat door, we gaan sowieso die proeven doen. En los van de cijfers, dus het had natuurlijk in december gekund, maar dat mocht niet, want... Waarom doe je dat niet meteen op oudejaarsavond dan? Dan is het argument, ja, dat is geen januari. En we hebben nou eenmaal gezegd in januari. Nee, het moest per se in januari. Nou, mooi. Beloofd. Is beloofd. En wat schetst mijn totale verbazing, dan gaat het ineens toch niet door. Nou ja, het woord verzet. Nou, en heel diep van binnen dacht ik... Nooit reageren vanuit emotie. Ik ben blijkbaar liever naïef dan wantrouwend en liever netjes dan eerlijk. Maar ik ben wel oprecht teleurgesteld dat het onderzoek opnieuw is uitgesteld. En ik vraag me af waarom. De besmettingscijfers zijn in elk geval geen argument, want toen Mark Rutte dit zei... waren de besmettingscijfers boven de 6.000. En afgelopen week waren ze beneden de 5.000. En daarnaast had Rutte beloofd... Los van hoe de cijfers zich ontwikkelen. We gaan sowieso die proeven doen. Zou de locatie dan onveilig zijn? Nee, maar theater is niet ineens een onveilige locatie, toch? Wacht even. Als theaters dicht zijn, sportscholen dicht zijn en restaurants dicht zijn... Ja, dan is er eigenlijk nog maar 1 plek mogelijk waar besmettingen plaatsvinden. Eigenlijk best gek dat we nu precies op die plek moeten blijven waar de meeste besmettingen plaatsvinden. Maar de echte reden dat we geen wetenschappelijk onderzoek mogen doen is... er is een nieuwe variant. Een mutatie. Waar komt die ineens vandaan? De Britse coronavariant. Die nieuwe variant van het virus. De Britse mutant. Britse coronavariant. Britse variant. Britse variant. Britse mutatie op Hollandse bodem. Het Engelse virus. Engelse virus, die Engelse variant. Britse variant. Grote zorg die we hebben over die Britse variant. Dat Engelse virus. Die Britse mutatie. Ik moest ineens denken aan de tijd dat Trump COVID-19 een Chinees virus noemde. The Chinese virus. Ja, dat vonden veel mensen toen super racistisch, omdat Trump Chinezen als een soort schuldige aanwees. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. En begrijpelijk, pak die Trump. Je mag geen grappen maken over etnische minderheden. En Chinezen die zijn nou eenmaal maar met 1,4 miljard. Hey. Maar fuck de Engelsen, die hebben zichzelf afgezonderd. Die zijn gewoon een beetje de Hongkong van Europa. Ja, daar mag je gewoon grappen over maken. Oké, verder lijken Engeland en Hongkong natuurlijk totaal niet op elkaar. Oké, het zijn allebei eilanden met 8 letters. En ze staan allebei bekend om thee. Maar voor de rest slaat het nergens op.
We zouden dus gaan spelen in het Beatrix Theater voor 500 mensen die allemaal negatief getest zijn op het coronavirus en zich allemaal aan de maatregelen zouden houden. Sowieso super moeilijk om een vrolijke voorstelling te geven aan 500 mensen die allemaal heel negatief zijn. Maar iedereen wordt getest. Iedereen houdt zich aan de voorschriften. Iedereen wordt gemonitord. Het risico van de testvoorstelling is daarmee nul. Maar ja, die variant, hè. De Britse coronavariant. Ja, die zorgt toch weer voor angst. Want die variant is 30% besmettelijker. En dan vinden we het risico toch ineens weer spannend. Terwijl mijn wiskundeleraar mij vroeger leerde, 100% keer 0 is hetzelfde als 130 keer 0. Maar goed, ik ben natuurlijk maar gewoon een cabaretier, hè? Ik roep ook maar wat. Ik probeer vooral te achterhalen waarom we niet testen. We moeten testen om te achterhalen wat de risico's zijn, maar we mogen niet testen omdat we niet weten wat de risico's zijn. Hè? Meten is weten. Maar we meten dus niet omdat we niks weten en we weten niks omdat we niet meten. We weten dus niks omdat we niet meten, maar we meten niks omdat we niet weten. En om uit die vicieuze cirkel te komen, moeten we dus heel veel testen om uit die vicieuze cirkel te komen. Het is dus hoog tijd en onvermijdelijk dat we een keer die eerste stap gaan zetten. En niet alleen voor mij, nee, maar voor de hele evenementenbranche en de hele theaterwereld. Daarom laat bijvoorbeeld ook een vereniging van schouwburg- en concertgebouwdirecties van zich horen. Nou, oké. Iemand moet de eerste stap zetten en ik doe dat graag. Ik loop liever voorop dan achter de feiten aan. Dus bouwden wij eind mei al een coronaproeftheater om aan te tonen dat je veilig dingen kunt organiseren. Je mag 30 mensen per zaal vanaf 1 juni toelaten. Dan bouw je gewoon 3 zalen. Naast elkaar. En ik heb ze niet zelf gebouwd, maar ik heb heel veel steun gekregen van ondernemers in Brabant. Die zeiden, wij hebben die units al. En de podiumbouwer in Den Bosch zei, we doen het op ons terrein en dan bouwen wij het podium wel. Iedereen hielp gratis mee. In september riep ik op tot testen. En in Nederland, ja, we testen het niet, want we hebben er geen tijd voor. En intussen gaan alle theaters failliet. Waarom meten we niet in elke zaal in Nederland hoe veilig het is? Dan hangen we gewoon sensoren op, we kijken hoeveel verse lucht er naar binnen komt. Dat kun je gewoon meten. En laatst bij Bo vroeg ik me af of we al weten of het buiten nou veiliger is dan binnen. Volgens mij is het niet getest, dus we zeggen allemaal dat het buiten veiliger is. En dat zien we ook wel, veel dingen. Maar we hebben het niet, volgens mij, ik heb geen test gezien dat we het echt getest hebben tussen zoveel mensen binnen en zoveel mensen buiten. Op zich in deze crisis toch best een goed idee om het dan een keer te testen, toch? Ja. En tijdens mijn oudejaarsconferentie riep ik Rutte en de jongen nog een keer op om te testen. Meten is weten en nu meten we dus niks. En mag je in een bedompte ruimte, een kelder of zo, zonder ventilatie, mag je net zoveel mensen kwijt als in het Ziggo Dome. Daarom stel ik vandaag toch graag de vraag opnieuw. Niet voor mezelf, maar namens de horeca, namens de evenementenbranche, namens iedereen die onderneemt, Rutte en de Jonge. Rutte en de Jonge roepen vaak dat ze 100% van de beslissingen moeten nemen met 50% van de kennis van het virus. Maar die kennis, die kunnen we juist vergroten. We kunnen testen met mensen onder de 18. We kunnen in een theater om de paar stoelen mensen zetten die al immuun zijn. Ik wil de test ook best doen met alle mensen die tegen die tijd al zijn ingeënt door Hugo's beleid. Dan maar geen volle zaal. Als we maar onderzoek doen. Want zolang we geen onderzoek doen, moeten Rutte en de Jonge nog steeds 100% van de beslissingen nemen met 50% van hun verstand kennis. Rutte en de Jonge beslissen volgende week wanneer het wetenschappelijk experiment wel door kan gaan. Tenminste, dat hebben ze beloofd. Ze gaan wel door, maar we gaan volgende week besluiten wanneer. Oké, maar dat zou dan dus ook pas over een paar maanden kunnen zijn dat dat door kan gaan? Nou, dat is wel heel somber. Ze gaan wel door, maar we gaan volgende week besluiten wanneer. Alvast één tip van mij. Het heeft geen zin de slagbomen te testen nadat de trein al voorbij is gedenderd. Maar ja, het is hartstikke gevaarlijk om slagbomen te testen, want er kan misschien wel een trein komen. En ik weet het ook, hè. Hugo en Rutte, ze verzetten bergenwerk. Maar dat is ook precies een beetje het probleem, hè. Alleen maar bergenwerk verzetten. Als je alles maar blijft verzetten, ja, dan komen we nergens. Dan word je misschien ooit nog verzetsheld. En dan houdt het een beetje op. Lieve Rutte en de Jonge, jullie beslissen volgende week over een nieuwe datum. Zouden jullie daarover met mij in gesprek durven?
Want hoe sneller we meten, hoe sneller we weten, hoe sneller we oplossingen hebben, hoe sneller we die kunnen implementeren. Ik hoop dat ik, in tegenstelling tot mijn brief aan Mark Rutte in mei, waarin ik ook oplossingen aandroeg, deze keer wel een antwoord van jullie krijg. Ik hoor het graag. Fijne dag en blijf gezond.